in verband met de windvoorspellingen tussen 12 en 5 hebben we besloten als organisatie samen met de lokale overheden om de ronde vandaag niet door te laten gaan, maar morgen. Het zou een constante 6 zijn na de start, maar met windvlagen naar windkracht 9. Dat is gewoon niet veilig voor de deelnemers. Hoeveel deelnemers verwacht je aan de start morgen? 269, want die hebben zich ingeschreven. En die komen allemaal? Die komen allemaal. Wat betekent dit voor jullie als organisatie? Een teleurstelling? Of? Nee, geen teleurstelling, want we varen gewoon de ronde, alleen op een andere dag. Nou, de ronde gaat niet door. Wat betekent dat voor jullie? Ja, voor ons heeft het verregaande consequenties, want wij zouden vandaag met elkaar varen. Maar morgen moet jij helaas werken. Wat natuurlijk ook wel mooi is, op elkaar letten mogen vliegen. Dus het is nu al even balen dat het vandaag niet doorgaat. Maar morgen heb ik de afspraak om met Dorian van Rijsselberg te varen. En die hadden we al een klein beetje staan als backup voor als het niet door zou gaan. Of het een wijs besluit is, dat tijd zal het leren. Maar er zit wel heel harde wind en veel regen aan te komen. En we willen natuurlijk ook niet dat de rondom Texel in problemen komt. Vroeg je morgen over, Lisa, hier? Nou, ik moet naar Athene, dus nee. Maar ik ga wel aan de mannen denken. Het is wel heel jammer dat het vandaag niet doorgaat. Ik had er echt enorm naar uitgekeken. Ik vond het ontzettend leuk dat we samen gevaren hebben, ook de afgelopen dagen. Maar goed, het is niet anders. En ja, je gaat lekker met doorvaren. Superleuk. Ja. De bedoeling was om er een hele mooie ronde van te maken. Maar ja, als ik nu zo naar buiten kijk, dan is het wel een goede beslissing om hier te staan en niet op zee te zitten. We gaan morgen varen, dat bijna betekent dat je niet bij was. Ja, ik had morgen mijn psychologie-examen, tweede jaar. En gelukkig heb ik het vorige week mogen doen, dus dat betekent dat ik morgen wel kan varen. In het verleden is wel eens gebeurd dat je er niet was. Vorig jaar was dat, 2012. Toen was het ook verplaatst, ook door de harde wind van zaterdag naar zondag. En toen heb ik een zondag examen gedaan. Maar nu kan ik varen. Ja, ik ben 50 geworden. Dus het jonge talent in de Olympische ploeg en ook buiten de Olympische ploeg, ja, die gaan natuurlijk steeds beter. Dus het is ook aan hun om het straks allemaal te mogen gaan doen. Dus met de ervaring die we hebben, geven we onszelf nog dit jaar of volgend jaar om nog een keer te winnen. En dan laten we het aan die jonge honden over. Gisteren heb je nog een poging gedaan om een record tijd neer te zetten. Ja, gisteren hebben we een rondje gedaan met zuidwestenwind. We hebben 2 uur 51 gevaren, dus dat is nog een heel eind weg bij het record van Herbert Derksen en Mark Bulkley. Die in 2009 2 uur 7 hebben gevaren. Maar ja, natuurlijk die mythische grens van 2 uur, dat is natuurlijk wel dat is iets fenomenaals. Maar dat zal er morgen niet in zitten? Dat gaat er morgen niet in zitten, nee, want dan moet de wind toch naar de noordwesthoek. En dan wordt vanmorgen toch weer zuidwest voorspeld. Maar ja, op zich vind je zelden de goede omstandigheden in het rondje zelf. En nou, waar het om gaat natuurlijk is dat alle mensen die hier zijn, dat die morgen het rondje kunnen varen. Dus dat is veel belangrijker als het record.